Hoe blij ben je dat je van je Duitse ploeggenoot hebt gewonnen? Ja, heel blij natuurlijk. Ja, dat was toch wel een speciale wedstrijd voor mij en ook voor hun natuurlijk. Ja. En nu moeten zij in Nederland zelf dat shirtje? Je hebt de weddenschap namelijk ook gewonnen? Ja, ik ga er wel vanuit. Ik zal ze nog even een berichtje over sturen. Zo. We hebben wel afgesproken dat we, degene die verliest moet toch een shirt van een ander land aan. De eerste trainingsdag dat we bij elkaar komen na het trainingstoernooi. Heel even over de wedstrijd. De eerste helft was natuurlijk fantastisch. Toen zakten jullie even wat terug. Had je nog het vertrouwen dat het doelpunt van jullie kant zou vallen? Nou ja, je geeft de hoop nooit op natuurlijk. En, Leroy Ver kwam erin en je weet dat hij toch veel power heeft ook. En, als je een cornerbal hebt, dan hebben we toch nog veel kopkracht in. Hij kopt hem lekker binnen, dus dat is natuurlijk wel lekker. Ja, ik ben blij dat ik het team heb mogen helpen. De eerste drie punten zijn binnen, goede stap gezet. En, we moeten gewoon door. Ik wacht mijn kans af en gewoon de training laten zien wat ik in huis heb. Of als ik hem invallen. En je doelpunt, wat voelde je? Ja, ik was hartstikke blij natuurlijk. De 3-2 laatste paar minuten. In ieder geval de eerste stap wat ik zeg. En dat is positief voor het team. En daar ben ik blij mee. Ja, dat die 3-2 zou vallen had ik niet echt verwacht. Maar dat die uiteindelijk erin gaat, is de ontlading alleen maar groter en mooier. Dus. Toen ging je door Dolle heen. Ja, ik was wel moe, dus ik kon Leroy niet meer bij jou. Hoe was de sfeer in de kleedkamer net? Ja, heel goed. Ja, wat ik zeg, we zijn gewoon blij met de eerste drie punten. En we moeten nu gewoon door. En het is gewoon heel goed dat we hebben gedaan. Dit moet ontzettend veel vertrouwen geven voor de volgende wedstrijd. Ja, dat klopt. Ik hoorde dat Spanje had gewonnen met 1-0. Klopt. Dus als je dan van Rusland wint, dan kun je wel een genadeslag uitdelen, denk ik. En dan heb je twee wedstrijden gewonnen en dan sta je er heel goed voor.